Dit is het sidetabletje van Niels. Ken je Niels nog? Niels is vorig jaar niveau 2. En die was heel goed in het aanbrengen van textuur. Want zijn kastje ziet er echt perfect uit. Ik ga je even laten zien hoe dat werkt. View. Edge style edges. Ik ga even laten zien hoe je dan een mooie textuur kan aanbrengen op een paneeltje. Ik haal de schaduw even weg. Ik teken even een paneeltje. Maakt eigenlijk niet uit hoe groot. 18 dik, dat doen we altijd, 18. Je hebt er natuurlijk een component van gemaakt. En nu wil ik graag een houtstructuur aanbrengen op dit paneel. En dit is tulpenhout, maar ik ga een eikenstructuur aanbrengen. Nou, dat zijn verschillende methodes. Als je op de emmer drukt, dan kun je hier een plusje vinden. Create material. Ik doe het altijd op deze manier, er zijn andere methodes voor. Create material. En dan kun je een afbeelding zoeken. Use texture image. Dus als je deze aanvinkt, dan kun je daar een afbeelding voor gebruiken. Ik zoek even een afbeelding van een stukje eiken. En vaak helpt het als je dat in het Engels zoekt, ook. Dan schrijf je ook. En dan texture. En seamless betekent naadloos. Dat is het mooiste. Dan heb je de mooiste overgangen. Vaak helpt het om een grote afbeelding te zoeken. Dat kun je doen door tools te gebruiken. Formaat en dan groot. Dan wordt die mooier. Hier heb ik een mooie... Even kijken of dit een goede texture is. Hier een goed plaatje. Dit is natuurlijk weer net te... Dit ziet er wel mooi uit. Ik ga de afbeelding opslaan. Op mijn bureaublad kan ik hem makkelijk vinden ook. En dan ga ik terug naar SketchUp. En ga ik weer naar dat Create Material en dan zoek ik hier Use Texture Image. Bureaublad. En ik zoek even dat plaatje op. Openen. En nu is mijn plaatje materiaal geworden. Eigenlijk kan ik nu mijn paneel inkleuren. Kijk, en hij doet het in één keer goed. Toevallig. Meestal niet. Even een stapje terug, Ctrl-Z. Want je moet je paneel, net als bij als je gaat schilderen of lakken of olieën, per vlak inkleuren om de goede textuur te krijgen. Dus je moet in het paneel, dan klik je op het vlak, dan pak je de B van Bucket en dan klik je. Nou zet hij hem er perfect in. Meestal is dat niet zo. Even kijken. En ziet het er anders uit. Dan lijkt het meer op dit. Even kijken. Zoiets bijvoorbeeld. Nou, je zag al wat ik net deed. Ik ga op het vlak staan. Rechtermuisknop. Texture. Position. En dan kan ik met die groene knop mijn textuur zo groot maken als nodig voor mijn tafelblad. En ik kan hem ook nog verplaatsen met de rode. En als je tevreden bent, nou, dan heb je mooie textuur aangebracht. Die kun je ook op de zijkant aanbrengen met de B. En als je dan op Alt drukt, dan wordt je emmertje, dat wordt een pipetje. En dan klik je één keer en dan kun je hem ook op de zijkant plakken. En op de onderkant. En op de andere zijkant. Nou, eiken heeft natuurlijk aan de kopse kant een hele andere structuur. Als je nog kopshout wilt toepassen, dan zoek je naar een eikenstructuur. Die heet dan end grain. End grain, E-N-D. Grain. En kunnen we even zoeken. End grain ook. Texture. En dan krijg je de kopse kant van eikenhout. Nou, deze is wat lastiger om een goede afbeelding van te vinden. Even zoeken. Iets wat een beetje op planken lijkt. Nou. Ik zie zo 1, 2. Nou, laten we even voor de video pak ik even deze. Er zit wel een heel, er zit wel hard deel in, dus dit is niet, maar dat past wel weer bij rustiek. Kops. Op het bureaublad weer. Terug naar SketchUp. Create. Afbeelding gebruiken. Kops openen.
Oké. Selecteren van het vlak. En nu, kijk, en deze zit natuurlijk helemaal niet goed. Texture, position. En nu kan ik hem heel klein maken. Kijk, en dan lijkt het toch alsof dat blad uit planken bestaat. Die ook weer. Bucket, Alt, indrukken. En die zet ik dan aan de andere kant er ook op. En zo wordt mijn blad bijna een echt blad. Als ik View, Edge Style, Edges uitzet. En ik zet View, schaduwen aan. Dan is het in één keer alsof je bijna een echte tafelblad hebt getekend. Succes!